Welkom bij Bordje Gezond. Ik ben Monica. Zoals je ziet, weer heerlijke ingrediënten voor een nieuw recept. Ik ga maken courgette rolletjes. Het is een voorgerecht of een bijgerecht, net wat je wil. Dus blijf kijken. Ik heb al één courgette gedaan. Kaasschaaf. En kies wel voor een iets hardere courgette, want anders is het helemaal niet te schaven. Nou ja, de eerste is gewoon een schil. En dan ga je dus gewoon de reepjes afschaven. Ik heb hier in een bakje de olijfolie van Paul natuurlijk, een kwastje. En ik ga de courgette repen even een beetje insmeren. Ik heb bij het inrichten van deze keuken specifiek gevraagd dat de wok, zeg maar, de wokpit aan één kant staat. Want de meeste wokpitten staan in het midden. Zeker dat je gewoon nergens een pan erbij kan zetten. En een aparte grillplaat. Die zet ik dus nu zo erop. Nou, en dan heet laten worden. En hier ga ik de courgette opgrillen. Zo. Ze hebben echt maar heel even nodig. En ik kan hier wel zo de mooie grillnaden op zien straks. De courgette, mooie grillijnen erop. Oké, nou gaan we het opbouwen. Ik ga hier een paar courgetteplakken tegen elkaar aan. Half over elkaar. Ik denk van nou, ik doe er nog eentje. Het originele recept hiervan trouwens is met roastbeef. Dus in plaats van courgette gebruikte ik vroeger altijd roastbeef. Als je visite krijgt die gewoon lekker vlees wil eten, kan je dat gewoon met een gerust hart doen. Alleen wij hebben natuurlijk gekozen voor plantaardige versie. Zo, dan doe ik hier wat sla erop. Ik heb de aardbeien in plakjes gesneden, die verdeel ik hier ook overheen. Zo, wat avocado. Die heb ik al, zeg maar, ingekeept. Zo. En dan doe ik hier weer een laagje courgette op. Zo. Kijk, ik kan van met drie. Nou, weer een klein beetje sla. Oké, wat aardbeidjes. Zo. En nu de truc. We gaan het oprollen. Ja, dus we hopen maar dat het gaat lukken. Oké. Je rolt het zo langzaam op. Maakt niet uit of alles, nou ja, alles, wat dingen eruit gaan. Oké, ik heb het opgerold en nou, huppatee. Zo. Op het bordje. Ik heb hier pijnboompitten geroosterd. Je gaat hier zo overheen. Even mannen wassen hoor. En ik heb hier truffelolie meegenomen. Zwarte truffel. Dat doe ik. Ik sprenkel het een beetje zo eroverheen. Zo. Oeh, dat ruikt lekker. En een vijgenbalsamico. Is een beetje dik. Dus dat ga ik zo doen. Zo. Hop, eroverheen. Oké, en we maken het af met wat druifjes. Die ik ook even door de midden ga snijden. Zo. En je kan natuurlijk ook heel leuk vijgjes gebruiken. Maar dit is het dan. Een heerlijke courgette roll à la bordje gezond. Wij gaan dit lekker opeten natuurlijk. Kijk even op de behind the scenes. Is in de maak.
En nou ja, ik zou zeggen tot de volgende Bordje Gezond. Volg ons op Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. Nou ja, en liken, delen, commentaar. Tot de volgende Bordje Gezond. Ja, mijn pit zit niet goed te doen. Oké.